We gaan het vandaag hebben. Ik was zo hard over nadenken. Wat? Ik wil graag praten over de komst van de Heer. En ik wil graag praten over wie Hij is. En we weten ook allemaal, ik weet dat jullie allemaal gewoon weten dat Jezus niet geboren is in december. Ik weet jullie allemaal, Hij is ergens geboren of in het voorjaar of in het najaar. Maar niet in december, dat is iets dat later pas bij is gekomen. En ik weet of jullie dit weten, maar de eerste christenen in de eerste eeuw, misschien eerst in dezelfde eerste eeuw, de eerste helft van de tweede eeuw, die vierden zijn geboorte niet. Het is veel later daarbij gekomen, daarbij gezet. Maar wij zijn blij dat we mogen doen, uiteraard. En ik vind dat het is geen, zullen we zeggen, Bijbels. Feest, maar het is een heel belangrijk feest, waar het is. En ik ben er heel blij mee dat wij het kunnen vieren. Nou, waar ik over heb nagedacht de laatste weken, ik wil graag een opbouw naar, in aanloop naar kerst. We gaan praten over wat de Bijbel daar allemaal over heeft gezegd. Dus wij gaan vanmorgen kijken en volgende week ook. Gaan we kijken naar de profetieën die in het Oude Testament zijn gegeven, die naar de komst van de Heer wijzen en de vervulling daarvan. En daar gaan we samen naar kijken vandaag. Oké? Zien we verder komen. Goed. Ten eerste, er zijn bepaalde onderdelen die heel duidelijk zijn en die wij gewoon even gaan samen naar gaan kijken. Bijvoorbeeld, de eerste profetie. Hij zal geboren worden uit de vrouw. Dat is eigenlijk al gegeven in Genesis 3, vers 15, waar God tegen de vijand zei: ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw. Tussen u en de vrouw, dus Eva, en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. En hij zal u de kop vermorselen, maar u zult in de hiel vermorselen. Met andere woorden, hij zegt hier eigenlijk, hij zegt tegen Satan wat er komen gaat. Dus Jezus, zijn komst was om Satan zijn macht te breken en weg te nemen. Oké? Nou, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Maar wat er eigenlijk hier speelt, is dat de mens heeft tegen God gezondigd. En we zeggen altijd weer, de mens is ongehoorzaam geweest tegen God. Wat wij niet zeggen en wat er precies gebeurd is, ze zijn gehoorzaam geweest tegen de vijand. Toch? Dat is in die andere kant van de munt. En het probleem daarbij is, zoals het staat in het Nieuwe Testament, wie de gehoorzaam die in slaap zijn gij. Daarom is de wereld naar Satan overgegaan. Want wat staat er? God heeft gezegd toch, in Genesis 2, ga en heers over de aarde toch? Over de dieren en het land, over alles moest het toch heersen. Dus de heerschappij van de aarde was aan de mensen gegeven onder Gods toezicht. Ja? Maar doordat ze ongehoorzaam zijn geweest aan God en gehoorzaam geweest aan de Satan, is dat hem allemaal toegekomen. Daarom is hij de prins van de wereld geworden. En daarom had hij beter ook de macht over de dood gehad. En daarom heeft God toen gezegd: er komt, omdat jij dit van een vrouw, van een mens hebt afgenomen, gaat er een mens komen om dit van jou af te nemen. Daar is God in het vlees gekomen. Om op dezelfde manier dat het van een mens is afgetroggeld, het weer terug te nemen. Daarom is Jezus een mens geworden. Dat is een van de hoofdredenen. Niet zo goed van de Bijbel is zo. Ik weet dat mensen zeggen, ja, wat is een mooi sprookje. Het is geen sprookje. Dit is een totale, absolute waarheid. Ik ga jullie één zeggen, wat je ook niet leest, waar je het ook niet leest en zo, er zit altijd iets in dat niet helemaal klopt. Behalve dit boek. Dit boek is absoluut volmaakt. Het is het enige in deze wereld dat volmaakt is. Het enige dat volmaakt is in deze wereld. En in Galaten 4, vers 6 zien we de vervulling. Toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Ja? Hij heeft
ons verlost. Op het moment dat de mens zondigde, heeft hij direct de verlossing gebracht. Waar of niet? Direct de verlossing. Hij heeft niet 1000 jaar gehad, of 2000 jaar niet gedaan. Hij heeft gezegd, direct, dit hebben jullie niet, ik kom jullie verlossen. En ik beloof de nageslacht van Abraham. Genesis 18, vers 18. Immers, Abraham zal zeker een groot en machtig volk worden, zegt de Heer. En alle volken van de aarde zullen in hem gezegend worden. Natuurlijk is dat gebeurd. Niet door Abraham, maar door wat uit Abraham gekomen is. En dat is onze Heer. Ja, onze Heer Jezus. Handelingen 3, vers 25 zegt. U bent de kinderen van de profeten en het verbond dat God met onze vader sloot. En hij zei tegen Abraham, in uw geslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Dus dat zei Petrus toen op de eerste Pinksterdag. Zei hij tegen de Joden die daar zo stonden, die in Jeruzalem waren voor de feesten. Dat God heeft gezegd dat uit Abraham zal er komen. Oké? God, kijk, de meeste mensen denken dat de Joden zomaar ontstaan zijn. De Joden zijn niet zomaar ontstaan. God heeft het gedaan, zodat hij een volk heeft, God heeft in principe een volk van zendelingen geschapen. Zodat hij heeft een wet gegeven, hij heeft een geweldige ding gegeven. En hij, als je goed naar die wetten kijkt, een heleboel van die wetten die God aan hun heeft gegeven, hebben wij vandaag in de democratie nog steeds niet. En we gaan ook nog krijgen. Bijvoorbeeld, als een man net getrouwd was, ja, mocht hij een jaar niet in het leger dienen. Als een man net een nieuw huis gebouwd had, mocht hij een jaar niet in het leger dienen, zodat hij ervan kon genieten, in geval hij gedood werd. Dat hebben wij vandaag tot vandaag nog niet. Er zijn nog meer van die soort dingen. Toch? Weet je waarom? Dat het tot ons door moet dringen dat wij het allerbelangrijkste zijn voor God. Toch? Want daarom is Jezus voor ons gestorven. En daar gaan we dadelijk meer over zeggen. En natuurlijk, hij is de beloofde nageslacht van Isaac. Want je moet niet vergeten, waarom is dat? Het moet via Isaac, toch? Want er staat hier in Genesis 17, vers 19. En God zei in tegendeel, want hij zei tegen God op een gegeven moment, oh, doe het door, waarom Ishmael is het toch? En toen zei hij, nee, God zei, nee, u van Saar zal het zomaar, en zei, u moet hem Isaac noemen, u moet hem de naam Isaac geven. En ik zal mijn verbond met hem maken, tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht naar hem. Dus het gaat door Isaac gebeuren. De reden waarom dat heel belangrijk is omdat Abraham niet natuurlijk een zoon gehad, Ishmael, die was de oudste. Met een slavin. Maar nadat Sarah is overleden, is hij getrouwd met een vrouw die heette Keturah. En daaruit heeft hij heel veel andere kinderen gehad. Die later heel duidelijke vijanden van Israël zijn geworden. Een van de halfbroers van Isaac was Midian. Jullie kennen vanaf Gideon toch? Daar komen de Midian niet in. En de andere broers ook. Oké? Dus we zien hier dat hij zegt, het gaat door Isaac gebeuren. En dan zien we in Matthäus 1 vers 1 en 2, dat zegt het geslachtsregister van Jezus, Christus de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham verwerkte Isaac verwerkte Jacob verwerkte Juda en zijn broers. Wat ook hier interessant van is dat... misschien weten jullie dat al. Toen God heeft, hij heeft gezegd, je moet hem Isaac noemen. Herinner je het verhaal dat eigenlijk precies hiervoor is gebeurd? Dat toen God tegen Abraham zei, je zal een zoon krijgen, en toen begon hij te lachen. Toen heeft hij gelachen, toch? En toen heeft hij gezegd, maar ik ben zo nog 100 jaar oud, maar voor ons 90 jaar oud, hoe kan dat gebeuren? En toen God het aan Sarah zei, heeft ze ook gelachen. Oké, nou, jullie kennen God toch? Hij heeft toch een kolossaal gevoel voor humor. Oké? Want Isaac is het Hebreeuwse voor hij zal lachen. Dat is letterlijk wat het betekent. Dus als je het Hebreeuwse zegt, oh ik heb een vriend en hij zal lachen, dan zeg je Isaac. Het is gewoon een werkwoord. Hij zal lachen. Ik vind het wel grappig hoe God dat met ons doet.
En hij kwam ook generaal kwam tegen ook een Jacob. Oké, okay, want je moet ook niet vergeten, Isaac had twee zoons. Het moest Jacob zijn. En je moet niet vergeten, in die tijd, de oudste zoon was altijd het belangrijkste. Toch? Maar God heeft gezegd, het komt door Jacob. Nummer 24 vers 7, ik zeg, ik zal hem zien, maar niet nu, ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij, er zal een ster uit Jacob voorkomen, en er zal een scepter uit Israël komen. Een scepter vertegenwoordigt natuurlijk koningschap en macht. Dus uit Jacob. En in Lucas 3 vers 34 staat, de zoon van Jacob, de zoon van Isaac, de zoon van Abraham, de zoon van Terach en de zoon van Nahor. Dus het moest uit Jacob komen. En hij zal uit de stam van Juda komen, zal dan onze Messias, want uit de stam van Juda. Dus toen Jacob op sterven lag, heeft hij zijn zoons allemaal gehad en heeft ze één voor één gezeten. En hij zegt dit in Genesis 49 vers 10, zegt hij, de scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de herderstaat van tussen zijn voeten, totdat Silo komt en hem zullen de volken gehoorzamen. Okay, het Hebreeuwse woord voor sturen is shalach. En Silo betekent, dus als je dit letterlijk in het Hebreeuws, het zijn gewoon bepaalde woorden, zoals jullie weten, hebben ze bepaalde woorden niet vertaald vanuit het Hebreeuws. Bijvoorbeeld woorden zoals Eden en woorden zoals Satan, het zijn gewoon niet vertaald. Het zijn Hebreeuwse woorden. Eden betekent plezier, Satan betekent aanklager. Dus het staat letterlijk en de aanklager verscheen voor God. En het Hebreeuwse woord daar is Satan. Dus daar komt het vandaan. Silo betekent totdat hij die ik komen, dus hij die ik sturen zal, komt. Zo, dat is wat Silo betekent. Hij die ik komen, hem die ik sturen zal. En hem zullen de volken gehoorzamen. Toch? Dat dus praat over dat de Messias uit de stam van Juda zal komen. In Hebreeuws 7, vers 17 staat, of 7, vers 14 staat er. Het is immer overduidelijk dat onze Heer van Juda afstamt. En in Lucas 3, vers 33 staat er de lijst natuurlijk van de afkomelingen, de voorzaten van Jezus, de zoon van Abinadab, de zoon van Aram, de zoon van Eshkol, de zoon van Perez en de zoon van Juda. De zoon van Juda, sorry. En er staat ook hier, ik heb erfgenaam gezegd, maar ik bedoel met erfgenaam bedoel ik natuurlijk de opvolging, de koning. Want David was het koninklijk stam en David kwam een koninklijk stam. Dus hij is recht in lijn voor de troon van Israël. En tot vandaag nog, ik hoop dat jullie één ding begrijpen. God heeft Israël heeft de Joden teruggebracht naar het land en hij heeft de staat Israël bezitten. De Joden hebben niet de staat Israël gezegd, dat begrijpen jullie wel, hè? Dat is Jezus die het gedaan heeft. Hij heeft zijn volk teruggebracht. En tot vandaag nog, wat zij ook niet zeggen, wat ze ook willen doen. Jezus is de koning van Israël. Vandaag ook nog. Het is niet wanneer hij terugkomt, dat hij de koning van Israël is. Op het moment dat Jezus op aarde kwam, was hij de koning van Israël. Oké? Okay? Het staat hier in Jesaja 9 en 6. Van de uitbreiding van zijn heerschappij naar de vrede zal er geen einde komen van David en over zijn koninkrijk. Om hem te grondvesten en te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de Heer der lege machten zal dat doen. En dan zien we ook in Lucas 1 vers 31 tot en met 33. En zie, u zult zwaar worden en een zoon baren, u zult de naam Yeshua geven. En hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Romeinen 1 vers 3. Ten aanzien van zijn zoon, die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. Jezus is koning. Zie je hoe netjes het in elkaar past? Die beloften die in het Oude Testament zijn gedaan, zijn allemaal vervuld in het Nieuwe. Zijn allemaal vervuld in de Heer Jezus.
Er staat ook hierbij dat er een boodschapper zal komen die Jezus zijn komst zal voorbereiden. In Jesaja 40, vers 3 tot en met 5 zegt: een stem van iemand die roept in de woestijn, bereid de weg van de Heer, maak recht in de wildernis, de gebaande weg voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden, wat krom is, zal recht worden, wat rotsachtig is, zal een vlakte worden. De heerlijkheid van de Heer zal openbaar worden en alle vlees tezamen zal het zien. Want de mond van de Heer heeft het gesproken. Als God iets zegt, gaat het gebeuren. Nou, wat zo mooi is hier van deze beeldvorming, als een stem in de woestijn verbreidt de weg van de Heer, dus en maak recht een wildernis, in de wildernis een gebaande weg, zodat je er makkelijk doorheen kan gaan. Alle dalen zullen verhoogd worden, met andere woorden, je hoeft niet naar beneden te gaan. Het is vlak, alle heuvels zullen verlaagd worden, je hoeft niet op en neer te gaan, het is vlak. Wat krom is, wordt recht. Het is allemaal vlak, het is recht door. Wat rotsachtig is, zal vlak te worden. Met andere woorden, de weg naar God is voor ons gebaand. Er is niets meer dat ons in de weg kan staan om tot Heer Jezus te komen. Door zijn dood en opstanding en door zijn bloed is er niets meer dat ons de weg tot God kan versperren. Niets meer. Dat is wat deze tekst zegt. Ja? Maar voordat Jezus stierf, kon je niet tot God komen. Waren er ontzettend veel obstakels, verhinderingen, al soort dingen waren er. Maar wat God hier heeft gedaan, hij zegt: dit is wat jij moet gaan prediken. Dit is wat, uiteindelijk is het natuurlijk Johannes de Doper geworden. Maar dit is wat je moet prediken. God gaat komen en hij gaat de rechte weg maken. Het is niet meer kom. Zie, het is niet alleen maar op en neer of neer en op. Het is niet meer van links en rechts. Het is rechtdoor en er zijn geen obstakels meer. Lucas 3, vers 3 tot en met 6. En hij kwam, dus Johannes de Doper, in heel de omgeving van de Jordaan en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden. Zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja. De stem van iemand die roept in de woestijn: maak de weg van de Heer gereed. Maak zijn paden recht. Elk dal zal gevuld worden, elk heuvel en berg zal geslecht worden. De kromme wegen zullen recht worden en de oneffen wegen. En de oneffen tot effen wegen. En alle vlees zal de redding van de Heer zien die van God komt. Ik weet dat er zijn zoveel dingen die belemmeren dat Jezus gepredikt wordt in deze wereld, maar we zien heel duidelijk ook dat in ongelofelijke plaatsen Jezus doordringt. Hij gaat nooit toestaan dat zijn koninkrijk hier op aarde door de vijand tegengehouden wordt. Dat gaat hij nooit toestaan. Dat gaat niet gebeuren. Want deze wereld is van hem. En het belangrijkste daar is dat zij die op deze wereld zijn, wij zijn van hem. En hij wil ze hebben ons allemaal terug. Elias zal de Messias voorgaan. En Malachi, eigenlijk heet hij Malachi, betekent letterlijk mijn boodschapper. Zie, ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de Heer komt, die grote en ontzagwekkende of verschrikkelijke dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen en het hart van de kinderen tot de vaders, opdat ik niet zal komen en de aarde met een band zal slaan. Dus hij zegt hier: wanneer God komt, moeten wij gereed zijn. Okay? Want er gaan een heleboel dingen gebeuren. Natuurlijk wat hij gaat doen. En zij gaat vernieuwing brengen. Hij gaat een verzoening brengen tussen de mensen. Okay? Dat gaat ook gebeuren. Okay? Voor hen die voor Jezus kiezen natuurlijk, komt er allemaal verzoening. Voor hen die niet voor Jezus kiezen, die Jezus zelf ook gezegd. Gaat moeder tegen dochter zijn, dochter tegen moeder, vader enzovoort. Want ja, ze kiezen eigenlijk hun eigen weg. Maar voor hen die Jezus kiezen,
komt de verzoening. Dan komen de mensen weer bij elkaar. En dan zien we de vervulling daarvan in Lucas 1, vers 15 tot en 17. Want het zal groot zijn voor de Heer. Dit is natuurlijk toen Zachariah in de tempel was om zijn bedienen te doen, toen verscheen die engel. En die vertelde hem toen dat hij en zijn vrouw Elisabeth een kind zouden krijgen. En die waren ook heel erg oud, dus voor hen was het ook niet meer mogelijk. Maar natuurlijk, dit was het kind van de belofte. God heeft gezegd dat dit zou gebeuren in Malachi. En dan zegt hij, dus van Johannes de Doper, want hij zal groot zijn voor de Heer, en wijn sterke drank zal hij niet drinken, en met de Heilige Geest zal hij vervuld worden, reeds van de schoot zijn moeder aan. Dus zelfs terwijl hij in zijn moeders schoot is, in zijn moeders buik is, zal hij vervuld zijn met de Heilige Geest. En vele van de kinderen van Israël zal hij bekeren tot de Heer hun God. En hij zal voor het aangezicht van de Heer voortgaan in de geest en in de kracht van Elia. Om de harten van de vaders tot hun kinderen te keren en de ongehoorzamen tot de wijsheid van de rechtvaardigen. Om het volk gereed te maken dat voor de Heer is voorbereid. En Lucas 1, vers 44 en 45 zegt wat zie. Toen het geluid. Dus dit is ook. Ik zal even achtergrond weergeven. Dit is toen Maria ook al zwanger was door de Heilige Geest. Dat zij toen naar zegde dat het een nicht was, is zij naar Elisabeth gegaan, die toen al 6 maanden zwanger was. En toen zij daar aankwam, zei Elisabeth tegen Maria: want zie, toen het geluid van de groet in mijn oren klonk, sprong het kindje van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij die geloofd heeft. Want haar van de kant van de Heer gezegd is al gebracht worden. Ja, dus de Johannes natuurlijk die daar aan het groeien was. Dat vervulde de Heilige Geest. Dus toen die twee bij elkaar kwamen, het waren neven natuurlijk. En ze elkaar voor het eerst, zullen we zeggen, ontmoeten door de moeders. Kwam er een sterke reactie bij Johannes. Want hij herkende natuurlijk dat Maria weet God al dragen was. Matthäus 1, vers 13 en 14 zegt ook: want alle profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En als u het wilt aannemen, zegt Jezus hier: hij is Elia, die komen zal. Wie oren heeft, die op te horen, laat hij horen. Laat hem horen. Oké, wat is dit? Ik heb een kleine uitleg nodig. Jullie kennen het verhaal natuurlijk van toen Elia opgenomen zou worden. En dat Elisa hem vroeg: ik wil een dubbele portie van jouw geest. Dus ja, want hij natuurlijk had gezegd van, hij wist natuurlijk dat dingen erger aan het worden waren. Dus hij zei: ik heb extra kracht nodig om die taak te kunnen uitvoeren die waarvoor God mij heeft geroepen. Want ik zei: wat je vraagt is een ding, maar ik kan het niet geven. Dus het is de Heilige Geest die dat kan doen. Dus als je me omhoog ziet gaan, als je het allemaal ziet gebeuren. Want het gebeurt in de geestelijke wereld natuurlijk dat hij die wagen omhoog zou gaan, die vuurige wagen omhoog zou gaan. Als je het ziet, is dat je antwoord. En hij ziet het. En hij kreeg een dubbele portie van die draad. Oké, wat God hier zegt is dat er staat hier in Lucas 1 vers 15 tot en 17, dat die engel hier tegen Zachariah zegt. En hij zal voor aanzicht van de Heer voorgaan in de geest en in de kracht van Elia. Het is niet dat Elia terugkomt. Dit is geen reïncarnatie, het is dat diezelfde geest die op Elia was gezet, komt nu op Johannes. Oké, okay, wat je moet niet vergeten, als je kijkt naar 1 Korintiërs 12, staat er toch dat God iedere geest, iedere gave toebedeelt zoals hij natuurlijk. Hij geeft aan de ene geest van genezing, ene van preken, ene van lesgeven, ene van onderwijs, ene van administratie. Dat staat ook in de Bijbel, dat staat ook in 1 Korintiërs 12, ja, maar Elia had een hele specifieke taak. En die specifieke taak moest nou ook doorgegeven worden. En diezelfde geest en diezelfde gaven die Elia en Elisa hadden, kwam nou op Johannes. Dat is wat er hier gebeurt. Oké? Het volgende. Hij zou uit de maag geboren worden. Dit gebeurt niet. Dit is maar één keer in de geschiedenis van de mensheid gebeurd. Oké? Het is nooit eerder gebeurd, zal nooit eerder gebeuren.
En het is om een hele specifieke reden gebeurd. Jesaja 7, vers 14 zegt: daarom zal de Heer u zelf een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. En dan zien we ook in Matthäus 1, vers 18: de geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria zijn moeder met Jozef en al de trouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn in de Heilige Geest. En dan zien we ook in 1 Lucas 30 tot en met 35 staat. En de engel zei tegen Maria: wees niet profeet, Maria, want u heeft genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren, en u zult de naam Jezus geven. En hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn in eeuwigheid en aan het koninkrijk van zijn koninkrijk geen einde komen. En Maria zei tegen de engel: hoe zal het mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel zei tot haar: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom zal ook het Heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. Dus Jezus kon niet door, Maria kon niet door een man bevrucht worden, want dan was het een mens. Oké? Dus daarom heeft de Heilige Geest het zelf gedaan. Oké? Hij heeft het aangeraakt natuurlijk, God is God. En daaruit is Jezus geboren. Natuurlijk zodat hij een mens kon zijn. En hij was 100% mens, maar hij was 100% God. Oké? En hij heeft zijn glorie afgelegd. Wat ik ongelooflijk vind natuurlijk, want hij brok net zoals wij ook liepen. U zag het zo vaak dat hij zo moe was soms. Toch? Want hij was moe. Hij was onderhevig aan het lichaam. Wat ik zo prachtig van de Heer vond, is hij gewoon heel makkelijk te zeggen: goed, ik neem een klein geestelijk pilletje en ik kan dagenlang doorgaan zonder te slapen. Ik heb het niet gedaan. Hij is precies zoals ons geweest. Daar wanneer ik moe ben, of wanneer ik bang ben, of wanneer ik dit ben en dat ben, of zo voor, zij zeggen: ja, u begrijpt het, hè? U begrijpt het, hè? Hij begrijpt het allemaal. Hij begrijpt ook verdriet. Hij heeft toch ook gehad toen een van zijn beste vrienden Lazarus was overleden. Hij was helemaal ondersteboven ervan. Het staat letterlijk in de Bijbel. Het staat in de Bijbel 3 keer zelfs in Johannes 11. Dat hij diep en diep in zijn geest beroerd was. Ontroerd was. En wat deed Jezus voor dat graf? Weet je waarom hij huilde? Het was niet alleen om Lazarus dat hij huilde. Hij huilde om alle mensen die ooit zouden sterven. Want dat is nooit en dan ook nooit, nooit Gods bedoeling geweest. Gods bedoeling, kijk goed naar de Bijbel. Ik ga lezen. Genesis. Als wij praten over de Bijbel, toch? In Genesis hoofdstuk 1. Als wij praten over de Bijbel, toch? En over praten we Eden, nietwaar? Zeggen wij altijd van: boom van het goed en het kwaad. Dat is de boom van het goed en het kwaad. Dat is alles waarover wij praten. Weet je waar ik nooit mensen over hoor praten? Die boom die er eigenlijk stond. Ik ga het lezen. Voortsplanten is hoofdstuk 1 vers 8. Van vers 8. Voortsplanten God, de Heere God, een hofje in Eden. Met andere woorden, hij had de wereld ontzettend prachtig gemaakt. Maar toen heeft hij een hof gemaakt dat prachtiger was dan prachtiger. Je weet dat God kan altijd, wat ik grappig zeg, ik zeg dit niet oneerbiedig, maar God kan zichzelf soms overtreffen. Wanneer het op ons aankomt. God geeft ons nooit het beste. Hij geeft ons nooit het allerbeste. Hij geeft ons het allerbeste van het allerbeste. En daarvan geeft hij ons het beste. En dat is nog steeds niet genoeg, want daar geeft hij weer het allerbeste van. En weet je hoe dat allerbeste heet? Waarom? Ik hoorde iemand het zeggen. Waarom? Johnny? Jezus. Dankjewel. Het beste. Wat heeft God ons gegeven? God heeft ons niet een engel gegeven om voor ons te sterven. Hij heeft niet een aartsengel gegeven. Hij heeft het zelf gedaan. Is niets beter dan dat. En kijk wat er staat. Ook die de Heere God,
Vers 9. Allerlei gewoonten uit de aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed te eten. En kijk wat er staat. Wat is de eerste boom die genoemd wordt? En de boom des levens in het midden van het hof. Benevens de boom van kennis en goed en kwaad. Wat is het belangrijkste dat hier aangegeven moet worden? Boom des levens. Niet die andere boom was eigenlijk een bijgedachte. Dus wat God daar heeft gedaan. Die boom des levens. Zie je, we kijken altijd en zeggen, God heeft die boom daar gezet om, om dingen voor ons moeilijk te maken. Ik hoor al soort dingen daarover. Ik heb iemand die zelf een hele theorie daarover heeft gemaakt, dat eigenlijk die boom, ik ga jullie niet vertellen, dat is iemand zegt. Maar dat er al soort dingen fout is in die boom, dat God dingen heeft gezet. En al soort dingen is allemaal leugens. Het eerste wat God heeft gezet, was het boom des levens. Want de bedoeling was voor de mens om eeuwig te leven. Dat is toen niet gebeurd, maar het is nou wel gebeurd. Want allemaal die hier zo zitten en Jezus geloven, leven eeuwig. Wij leven eeuwig. Ons lichaam gaat dood, maar wij leven eeuwig. Alle mensen van ons die mensen hebben verloren, ik ook, jullie, velen van jullie ook. Maar ze zijn niet dood. Ze zijn niet dood. Ik kan je eerlijk zeggen, ik kan je niks zeggen van wat ik ervan weet. Zijn ze op het ogenblik stuk voor stuk aan dansen voor de troon van God. Dat kan je eerlijk zeggen, neem je niet kwalijk. Maar Paul zegt het ook. Ik ben liever daar dan ik hier ben. Oké, okay? Dus ik mag kiezen. Het is geen keuze. Kan je de eerlijk zijn, het is geen keuze. Om bij de Heer te zijn. Toch? En ik kan je ook eerlijk zeggen, die mensen zijn daar, en wij missen ze. Maar kan je, ze willen niet terugkomen. Ze wachten op ons om te komen. Ja? Dus hij zei, zo staat, hij is uit de macht geboren. 100% mens, 100% God. De plaats waar zij geboren is ook heel lang van tevoren verteld. In Micha 5 vers 1, en u bent met hem Ephrata. David was een Ephratiet. Al bent u klein, onder de duizenden van Juda, dat was een heel klein dorpje. En eerlijk gezegd, Bethlehem was in het mooie Nederlands woord een geheugd. Zult uit u voortkomen, een die heerser zal zijn over Israël, van oorsprong zijn, van oudste, van de eeuwige dagen af. En het staat hier, toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van de koning Herodes, zie de wijze uit Oost kwamen in Jeruzalem. Nou, weet u wel waarom dit belangrijk is? Enig idee? Nee? In die tijd waren er twee Bethlehems. Eentje was in buiten Jeruzalem, in de buurt van Jeruzalem, dat is deze Bethlehem. En die andere was in het noorden van Israël. Maar deze heette Bethlehem Ephrata. En dat kan je ook zien, want Isaïe, dus de vader van David, staat in de Bijbelse Ephratiet in de stad Bethlehem. Dus daarom om aan te geven, niet die Bethlehem, deze Bethlehem, waar de koning David geboren is. Daar is Jezus geboren. En weet je wat jullie kennen het verhaal toch, waar die fariseers zitten te kijken weer met mensen, bekvechten enzovoort. Er komt geen profeet uit Galilea. Ja, trouwens, het punt is dat toen Jezus geboren werd, moest het opgegeven worden waar hij geboren was, toch? Want de Romeinen hadden het opgegeven. Dus ze konden heel makkelijk nagaan waar Jezus geboren was. Het was opgeschreven. En trouwens, er zijn profeten uit Galilea voortgekomen. Jona was Galilea. Zie je? De tijd van zijn geboorte, dit is interessant. U moet weten, Daniel 9, vers 25, en begrijpen, zegt de engel hier tegen Daniel, vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot de Messias komt, de vorst, verstreken er 7 weken en 62 weken. Oké, het Hebreeuwse woord Shabbat betekent 2 dingen. Dat betekent week. En maar betekent ook 7. Waarom? Omdat een week 7 dagen heeft.
Trouwens, interessant genoeg, weet je dat in Hebreeuws heeft geen namen voor de dagen. Wij zeggen maandag, dinsdag, woensdag. Hebreeuws zeggen ze Yom Rishon, Yom Revi'i, Yom Shini. Met andere woorden, letterlijk, Yom Rishon betekent de eerste dag. Dus de zondag is Yom Rishon. De eerste dag, de tweede dag, de derde dag en de zevende dag hebben ze wel een naam voor. Toch? Shabbat. Okay. Dus het staat, in principe staat hier 7 maal 7 en dus de 7 zevens en 62 zevens, dus 483 jaar. Dus met andere woorden, Jezus heeft gezegd, jullie kennen de dag nog op uur dat hij terugkomt in het seizoen, maar hier heeft hij precies verteld wanneer de Messias zal komen. Hij heeft zeggen wanneer een opdracht wordt gegeven, dus die je niet vergeten, ze waren verbannen, toch? Ze waren verbannen. En ze waren daar in het land van de Babyloniërs. En toen heeft God gezegd dat ze daar 70 jaar zouden blijven. Dus hij zegt vanaf het moment dat de koning, waar ze daar waren, daar in het Babylonische, in de Medo-Persische, dat weet ik verhaal, dat is een verhaal. Die heeft opdracht gegeven: oké, nou mogen jullie terug en dan mogen jullie de Jeruzalem herbouwen. Oké, dus toen die opdracht was gegeven, totdat Jezus kwam, Jezus zou komen 783 jaar. Dus er staat ook hier. En het geschieden in die dagen, Lucas 2, vers 1 en 2, het geschieden in die dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de hele wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving kwam plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. Dat is ongeveer 6 voor Christus. Jezus is ongeveer geboren 6 jaar voordat hij geboren is. Oké? Okay. Je begrijpt wat ik bedoel. Jezus is in 6 voor Christus geboren. Hij is niet in het jaar 0 geboren. Was jaren later heeft een of andere, een fout gemaakt. Waarom weten wij dit? Want Herodes, we weten precies wanneer Herodes Jezus wou doden, toch? Maar we weten precies wanneer hij gestorven is, in het jaar 4 voor Christus. Dus Jezus is 2 jaar daarvoor geboren, dus Jezus is in 6 voor Christus geboren. Als je het letterlijk nou wil zien, is dit jaar eigenlijk. Dit jaar nou is 2027. Als je vandaar gaat, als je het doet van Jezus geboorte, is het nou het jaar 2027. Oké? Wat ook hiervan interessant is, die 483 jaar. Jullie kennen het verhaal toch dat toen Herodes hoorde van de wijze uit het oosten, dat zij. Dat Jezus geboren was, toch? Zo weet ik wel op hem. Vroegen ze die, heeft hij toch alle schriftgeleerden en fariseers en zoveel, al die geestelijke van Israël bij elkaar gehaald, toch? En hij zegt tegen hen: oké, wat gaat er gebeuren? Toen wisten ze dat het waar was, want ze konden heel makkelijk terug berekenen. Dus ze wisten wie hij was. En ze wisten dat wat hij zei dat hij was, waar was. Maar dat staat niet in de Bijbel. Ze wilden hem niet accepteren voor wie hij was. Toch? Oké. Hij zal Immanuel genoemd worden. Oké. Jesaja 7, vers 14 zegt. Daarom zal de Heer zelf een teken geven. En zie, de maagd zal zwanger worden. En zij zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. Jullie weten natuurlijk allemaal wat Immanuel betekent, toch? Betekent God onder ons, God met ons. Betekent God met ons. En in Matthäus 1, vers 23 staat: en dit alles geschiedt opdat vervuld werd wat door de Heer gesproken is door de profeet, toen hij zei: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en u zult hem de naam Immanuel geven.
Hetgeen betekent God met ons. En nog eentje voor het Hij zal de koning van Israël zijn, daar hebben we het ook al over gehad. Bij zijn geboorte was Jezus de koning van Israël. Psalm 2 vers 6 zegt, ik heb mijn koning gezet op Sion, mijn heilige berg. Daar heeft God hem geïnstalleerd, op Sion zijn heilige berg. In Zacharia 9 vers 9 staat, verheugd u zeer, dochter van Sion, juich, dochter van Jeruzalem, zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig. En hij is een redder, arm en rijdt op een ezel, op een veulens, op een ezelsveulen, met Jan van Ezelin. En wij zien ook in Matthäus 2, vers 1 tot 1 en 2. Toen Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie de wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan en zeiden: waar is hij, de koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben zijn sterren in het oosten gezien. En zij komen om hem te aanbidden. Zie je, waar is hij, de koning van de Joden? Ik heb het vaker gezegd, toch? Er is nog nooit iemand die geboren is als koning. Maar op het moment dat je geboren wordt, ben je een kroonprins. Je bent een dauphin. Je bent de kroonprins van de Fransen. Je bent een kroonprinses. Je bent de troonopvolger. Dit is de enige keer in de geschiedenis dat die persoon die geboren werd, koning was voordat hij geboren werd. En het mooie hiervan is, hij is nog steeds koning. Hij is nog steeds koning. En hij zal koning zijn zoals we hebben gelezen tot in eeuwigheid. Het belangrijkste hiervan is, Jezus is koning over deze wereld. Als we gaan vader of niet, hij is koning over deze wereld. Maar ik wil u met deze ene vraag laten. Is hij koning van uw hart? Ik wil dat jullie deze week daarover nadenken. Is Jezus koning van uw hart? Heer, ik dank u voor uw woord en ik dank u voor wie u bent. Dank u voor wat u gedaan hebt. Ik dank u dat uw woord zo ongelooflijk prachtig is. En machtig is. En rijk is. En genezing brengt, en troost brengt, en kracht geeft. Ik ben zo blij dat uw woord ons leert wie u bent. En dat u van ons houdt. Welke moeilijkheden wij ook niet hebben, welke soms ontroostbare dingen die wij meemaken. Maar u heeft zelf ook gezegd. En ik op de hart van mijn broers en zusters letten vanmorgen. U heeft gezegd: ik zal de troosters sturen. Help ons om. Dat ook in onze levens toe te laten. Dat wij u ons laten troosten op de problemen en de situaties van ons soms verkeren. Help ons, Heer Jezus. Breng troost aan hen die treuren. Breng troost aan hen die pijn hebben. Breng troost aan hen die alleen zijn, zich alleen voelen, die pijn hebben meegemaakt. Breng troost, Heer Jezus. Want u bent de koning van ons hart. Dank u, Heer. Amen. Wilt u dan staan voor de zegen? Volk van God, de Heer zegen u en behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zijn genade. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. In de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest en Gods volk zegt. Indien dit woord tot uw hart gesproken heeft en u de zekerheid wilt ontvangen dat u gered bent en dat u het eeuwig leven in Christus Jezus heeft, dan wil ik u uitnodigen om uw hart en uw leven aan de Heer Jezus te geven en hem te aanvaarden als uw redder en uw verlosser. Dat kunt u nou doen door samen met mij het zondagsgebed te bidden. Zegt u mij na.
Heer Jezus, ik dank u voor wat u voor mij gedaan heeft aan het kruis. Ik dank u dat u voor mijn zonde gestorven bent, zodat ik het eeuwig leven met u mag verkrijgen. Ik belijd al mijn zonden en ik vraag u mij die te vergeven. Ik wil graag een kind van u worden. En ik nodig u uit om in mijn hart te komen wonen. Ik neem u aan als mijn persoonlijke redder en verlosser. In Jezus' naam vraag ik u dit. Amen. Ik heet u welkom in het Koninkrijk van God. U bent nou een kind van God geworden. En u heeft nou het eeuwige leven in Jezus Christus. Amen. Wilt u meer te weten komen over onze Heer Jezus Christus en zijn liefde voor u, neemt dan alsjeblieft contact met ons op. U kunt dit doen door naar onze website te gaan en daar een boodschap achter te laten. Dat is pinkstergemeentedewijndrank.com. En wij nemen dan zo gauw mogelijk contact met u op. U kunt natuurlijk hier ook uw gebedsverzoeken achterlaten. God zegen u.